Wees altijd dronken. Daar gaat het om. Dat is het enige. Om niet de afschuwelijke last van de tijd te voelen die je schouders verbrijzelt en je naar de aarde toedrukt, moet je je onophoudelijk bedrinken. Maar waaraan? Aan wijn? Aan poëzie of aan deugdzaamheid? Dat moet je zelf weten. Maar bedrink je. En als je een enkele keer op de traptreden van een paleis, op het groene gras van een greppel, in de sombere eenzaamheid van je kamer wakker wordt en de dronkenschap is al verminderd of verdwenen, vraag dan aan de wind, aan de golf, aan de ster, aan de vogel, aan de klok, aan alles wat vliet, aan alles wat zucht, aan alles wat voortrolt, aan alles wat zingt, aan alles wat spreekt. Vraag dan hoe laat het is. En de wind, de golf, de ster, de vogel, de klok zul je antwoorden: het is tijd om je te bedrinken. Om niet de gemartelde slaven van de tijd te zijn, bedrink je. Bedrink je voortdurend. Aan wijn, aan poëzie of aan deugdzaamheid, dat moet je zelf weten. Dat was een gedicht van Charles Baudelaire, voor het eerst gepubliceerd in 1867. Het is dus heel oud. En straks lees ik nog meer gedichten, maar ik ben in de eerste plaats hier naartoe gekomen om zelf ook, en dat samen met jullie, dronken te worden. Ik stel namelijk voor dat wij ons de komende uren bedrinken aan de vrolijke, wijze en interessante, ongetwijfeld grappige, maar soms misschien ook pijnlijke en ontroerende woorden en verhalen van Midas Dekkers. Die heeft juist een nieuw boek uit, Volledige Vergunning, dat een ode is aan het Bruine Café. En hij zal vanavond over dat boek praten met Piet Pirijns. U kent hem wel, Piet Pirijns, de man met als levensmotto rust, reinheid, regelmaat. Dat laatste woord verwijst misschien ook wel naar zijn cafébezoeken, want Piet Pirijns kan u vanuit zijn eigen ervaringen ook wel een en ander vertellen over de Bruine Kroeg. Ik moet bekennen dat ik altijd een beetje jaloers ben geweest op Midas Dekkers. Zij is natuurlijk een waanzinnig goed schrijver, die zowel kinderen als volwassenen al decennia lang verwendt met prachtige boeken. Mijn persoonlijke favoriet is trouwens het in 2006 verschenen non-fictiewerk Lichamelijke Oefening. Dat is een boek waarin Midas Dekkers op onweerlegbare wijze aantoont dat lichaamsbeweging en sport ongezond zijn. Ik heb dat boek ondertussen cadeau gedaan aan al die turnleraars die mijn leven tijdens mijn middelbare schooltijd tot een hel van spierpijn maakten. Maar de echte reden waarom ik jaloers ben, als ik het zo mag zeggen, op Midas Dekkers, is dat hij erin geslaagd is te worden wat ik als kind wilde zijn, maar zelf nooit geworden ben. Een bioloog. Ik kan dat tegen jullie wel vertellen, denk ik, maar ik droomde er, en dat is eigenlijk helemaal geen grap, maar ik droomde er als kind van om naar de Afrikaanse savannes te gaan en daar studies te maken over het leven van de grote katachtigen. Helaas, ik ben in die onderneming grandioos mislukt, maar Midas Dekkers niet. Ik weet niet of hij naar de savannen is gegaan, maar hij is wel een geweldig bioloog. En ik ken in de Lage Landen ook werkelijk niemand anders die op een zo meeslepende wijze kan schrijven en praten over onder andere dieren. En als liefhebber van die grote katachtigen ben ik dan ook zeer blij dat er in Volledige Vergunning een heel hoofdstuk wordt gewijd aan een wel heel bijzonder wild beest, namelijk de kroegtijger. Dames en heren, ik wens jullie een hele mooie avond toe. Bedrink u vooral. Aan wat, dat moet u zelf weten. Maar als u zich zou bedrinken aan alcohol, laat de wagen dan staan. Want ja, safety first. Graag een warm applaus voor Midas Dekkers en Piet Pirijns.
Goedenavond. Kunt u ons zien? Een beetje. Ja, nou, kijk, zo gaat hij wel. Goedenavond. Volledige vergunning, daarover gaan we praten. Het nieuwe boek van Midas Dekkers. Daar bestaan misverstanden over, Midas. Af en toe lees je dat het een ode aan de drank is, maar het is natuurlijk toch meer een lamento. Een lamento voor het café. Ik ben in het café geboren. En de meeste mensen zijn in een huiskamer geboren. En die verlangen altijd terug naar die huiskamer van vroeger, die warmte van vroeger, die geborgenheid van vroeger. Maar ja, daar is er maar eentje van, die huiskamer waar zij vandaan komen. En vaak is zelfs die huiskamer waar zij vandaan komen, die is verdwenen. Maar ik heb ontzettend geluk, want mijn huiskamer, dat was het ouderlijk café. In Amsterdam. In Amsterdam. En nou ja, steeds minder, maar nog steeds op heel veel plekken in Amsterdam en in Nederland en zeker natuurlijk in Vlaanderen staan er nog allemaal huiskamertjes voor mij klaar om mij dat fijne, warme gevoel weer terug te geven. Een ongelukkige jeugd is een goudmijn voor een schrijver. Ja. Was er een ongelukkige jeugd of juist een gelukkige jeugd? Het geluk van een ongelukkige jeugd heb ik niet gehad. Dat wil zeggen. Want wij denken altijd mensen die. Andere mensen, kindjes die in een kroeg opgroeien, reuzen zielig. Die denken dat ik wel een zielig kindje zal zijn geweest. En als mij dat van pas komt, zal ik ze zeker in die waan laten hoor. Want daar kun je ook weer plezier van hebben. Maar iedereen denkt dat het heel erg is om in een kroeg opgegroeid te zijn. Maar ik ben helemaal van het tegendeel overtuigd. Want kijk. Moderne kindjes, dus in een buitenwijk van Amsterdam of Brussel, die groeien op met één papa en één mama, één broertje, één zusje, één poes, één hond en 88 kakkelakken. Maar tegenwoordig, of hoe heet die dingen, tegenwoordig ook nog een pluspapa en een aanwaarmoeder. Ja, dat is wel weer prettig. Je hebt nieuw samengestelde gezinnen. Ja, maar die maken dan weer ruzie met elkaar en zo. Ik ben een bioloog en ik meen te weten dat de enige juiste manier voor een aap, en een mens is een aap, om op te groeien, is in een apengroep. En nou, neem een groep chimpansees, dan heb je een paar mama's en een paar papa's en een stelletje kinderen. En die vader die weet helemaal niet meer welke kinderen van hem zijn. Waarom zou die? Hij doet er toch niks voor. En die moeders die passen goed op hun jongen, maar die vaders passen dan weer goed op die groep. En dat heet een extended family, heet dat in de antropologie. Je ziet het heel erg, ik ben Nederlander, Indonesië, oude kolonie, daar heb je de kampongs. Maar overal in Azië zie je dat de mensen eigenlijk nog steeds als een soort aapjes bij elkaar leven in groepen van bij elkaar 30, 40 stuks. Iets wat je nog steeds terugziet in elke groep mensen. Hoeveel mensen, hoeveel vissen gaan er in de school? Hoeveel politieagenten gaan er in een blik? Hoeveel mensen gaan er in een groep? Een stuk of 30, 40, een elftal. Dus 11 man, als je een wedstrijd hebt, 2 × 11, plus de scheidsrechter en nog wel 30. Op school, in een klas, een klas van de juiste omvang, 30 stuks. Hoe ver zijn we hier eigenlijk? Nou, kijk eens eventjes, er zijn er een paar te veel. Zouden die zich uit de voeten willen maken? We wouden het wel gezellig houden hier. Dus 30 mensen, dat is ongeveer wat je kan overzien. En dat is ook het soort van groepen waarin mensen, ik zou bijna zeggen in het wild, zijn opgegroeid. Dat kun je overzien, dat is leuk. Maar ja, moderne kindjes, die hebben alleen een gezinnetje. Want we hebben ooit verzonnen dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving.
Nou ja, van alleen hoekstenen kan je volgens mij geen muurtje bouwen, dus dat is geen goed idee. En de moderne mens moet vaak in veel te grote groepen samenleven. Is een mooie groep. En nou, hoe kan dat beter dan opgroeien in een klein cafeetje? En jij had een heleboel omes en tantes. Mijn ouders, nou, vooral omes een klein cafeetje. Kijk, mijn moeder en mijn vader, die zag ik niet zo vaak. En daarom ben ik officieel zielig. Maar voor mijn moeder en mijn vader in de plaats had ik ontzettend veel ooms en tantes. En als je bijvoorbeeld een goed rapport had, dan kon je dus bij een heleboel ooms en tantes in het café. Niemand haalde zoveel geld op als ik. En zelfs als je een slecht rapport had, dan moest je even kijken wie er te veel gesopen had. Sowieso moest je dat. Dus je leerde heel snel dat er verschillende soorten mensen zijn. Er zijn niet alleen aardige mensen, er zijn ook klerenleiers. Er zijn ook mensen die, als ze net binnen zijn gekomen, ontzettend aardig zijn en later een klerenleier worden. Er zijn ook klerenleiers die later ontzettend aardig worden naarmate ze iets meer gedronken hebben. Neem er eentje, ja. Hebben. Er staan er twee. Ja, hoe zal dat komen? Nee, ik, de mensen vragen, ik heb ooit een boek geschreven over kinderen. De Larf heette dat. En naar aanleiding daarvan vragen mensen wel eens aan mij van hoe je een kind op moet voeden. En dan zeg ik altijd, regel 1 begin er niet aan. En regel 2, als je er toch aan begint, eerst een café kopen. Dan gaat de rest vanzelf. Maar tegelijkertijd, want dat is één kant van het verhaal. Je had al die omes, de obers, maar ook de klanten. Maar je beschrijft tegelijk hoe ja, er gedronken werd tot sluitingstijd. En dan sleurde je moeder, je vader de trap op. En dan kon het grote slaan beginnen. Nou, het was, mijn vader was sterker. Mijn vader sleurde mijn moeder. Nee, het was nog weer anders. God, dat is toch allemaal ingewikkeld. Nee, het was zo. In ieder geval, het leidde tot familiaal geweld. Nee, mijn vader die dronk natuurlijk heel veel. Ja, anders kan je net zo goed geen café hebben. En dan kon hij niet meer lopen. En dan droeg mijn moeder hem de trap op naar boven. En als hij er eenmaal boven was, dan kon het grote slaan beginnen natuurlijk. Daar word je toch niet vrolijk van? Ja, heb je, dat is het. Het wordt me zo vaak gevraagd. Daar heb je als kindje niks mee te maken. Ik was vrij klein bij die eerste vader. Die was de klerenleier. Dus ik was een jaartje of 6, 7. En dan accepteer je alles wat er om je heen gebeurt, accepteer je als de stand der dingen. Zo is het leven nou eenmaal. Vaders slaan moeders. Ja, moeten vaders anders doen. Ik was niet van plan om mij jankend in mijn bedje te werpen. Ik kon er vrij goed bij slapen. Ode aan het Bruine Café. Laten we eens een heldere definitie geven van wat is een bruin café. Want een bruin café in Amsterdam, we hebben er menig uur samen doorgebracht. Een bruin café in Amsterdam is natuurlijk toch weer iets anders dan een bruin café zoals we het in België kennen. Hoe ziet een ideaal bruin café eruit? Waarom is het bruin? Laten we daar beginnen. Laten we even vaststellen dat bruin natuurlijk de meest ellendige kleur is die er bestaat. Niks en niemand wil. Er is op de hele wereld is er niet één land met niet één vlag met bruin erin. Rood, wit, blauw of wat jullie hier hebben, weet maar, ik veel. Ja, een vlag op een modderspuit. Fris en vrolijk. Maar niemand heeft een bruine vlag. Bruin is toch de kleur van poep, ja. van vergane blaadjes, van vergankelijkheid, van narigheid. Niet iets om naar te streven. Dus het is eigenlijk heel verwonderingswaardig dat iemand ooit naar een bruin café zou streven. Je zou denken dat is het laatste waar ik heen wil. En dat is natuurlijk altijd leuk als je denkt van hé, hier klopt iets niet. Dan ga je er een beetje over nadenken. En dan begrijp je, wat is nou de aantrekkingskracht van een bruin café? Dat is dezelfde aantrekkingskracht als van de herfst. Het moet donker zijn. Het soort, nou, precies het soortement jaargetijden, het soort weer waar we nu in zitten. Dat je denkt, iedereen die goed bij zijn hoofd is zou denken, als hij zijn hoofd uit het raam steekt, wat een kut weer, ik ga zelfmoord plegen. Maar dat zijn de beginners. Beginners die houden van de lente.
Ja, hey, dat is nogal makkelijk. De zon schijnt, het jaar gaat weer helemaal beginnen. Alles is nog fris, de knopjes die lopen uit. Ja, Jezus van de lente houden. Daar kan een dichter niet van bestaan. Daar hebben we niks aan. Gevorderden die begrijpen dat de ware lol van het leven zit nou juist in de vervulling, in de vergankelijkheid, in dat het allemaal vergaat, een beetje suffen. Beetje, nou, en daar, voor die stemming, is het café zo geschikt. En daarom ben ik ook zo ontzettend treurig over het feit dat, althans in Nederland, het ouderwetse café verdwijnt. Want kijk, voor vrolijkheid, frisheid, alles wat jong en aardig is, en daar is de hele wereld voor ingericht. Iedereen wil wel lekker buiten zitten op een terrasje in de zon. Ja, sukkels. De echte caféloper, die gaat natuurlijk helemaal naar het donkerste hoekje van het café, juist als de zon schijnt, om daar met een stelletje andere oude zeikers te zitten zeuren de wereld vroeger beter was. Precies, moeten we bruine cafés associëren met oude mannetjes? Nou, bruine cafés zijn beroemd gemaakt onder meer door Carmichelt. Bij bruine cafés horen woorden als morsig. Oude ventjes, maar... Oh, ik word al helemaal vrolijk. Ja, nee, ik ben nog helemaal vrolijk, maar... Vrouwen zie je er nauwelijks. En zo hoort het. En jonge mensen, nou, houdt ook niet over. Nee, maar die jonge mensen, die hebben de hele wereld al... Die hebben alles al... toen wij jonge mensen waren, hadden we ook de hele wereld ingepikt, hoor. Gelijk hadden we... Dus dat die jonge mensen nu de wereld inpikken, dat is nou niet gegund. Maar dat kan ik wel begrijpen. Maar als de hele wereld door de jonge mensen is ingenomen, en dan bedoel ik niet alleen qua leeftijd, dan bedoel ik ook qua instelling, dan moet ook ergens, niet alleen voor mij, voor ons misschien, moet er zo'n soort van plek, maar ieder mens heeft natuurlijk zijn momenten en zijn kanten in zijn karakter die helemaal niet zo zonnig zijn. Kijk, al die zonnige dingen, nou, dat kan je gewoon naar de supermarkt, dat is niks aan dat. Maar we hebben allemaal onze morsige momenten, de wat somberde dingen, dat de schimmel een klein beetje begint op te rukken. En daar moet ook een plekje voor zijn, dat je van de 24 uur op een dag, dat er ook 2 uur, dat je die kunt besteden ergens, onder de spinnenwebben, zal ik maar zeggen. En dat was tot voor kort, was dat... Ik praat over Nederlandse toestanden. Ging dat vanzelf? Vroeger ging je in Nederland, ging je eerst naar je werk. Dat was één leven. Later ging je natuurlijk weer naar huis, naar je vrouw en je kinderen. Dat was niet je tweede, dat was je derde leven. En daartussenin ging je naar het café. Het borreluur. Ja, vijf uur. Beroemde borreluur. Lopen de cafés vol. Al dat ongenoegen wat je in de loop van de dag met je collega's en je baas had opgedaan, kwijt te raken. En vast een voorschot te nemen op het ongenoegen wat je thuis bij je vrouw en kinderen aan zou treffen. En het is net als bij een boterham, wat er tussen de twee laagjes in zit. Dat is altijd het lekkerste natuurlijk. Ja. Maar laat ik een Belgische toestand erbij halen. Wij staan aan de vooravond van Tournee Mineral, een actie om gedurende een maand geen alcohol te drinken in het café. Een maand? Een maand. In januari? Februari weliswaar, de kortste maand, daar is over nagedacht. Maar tegelijkertijd is er ook een actie, 30 dagen zonder klagen, zonder zagen. Terwijl een café is toch bedoeld, als ik jou goed begrijp, om te zeuren. En om te klagen. Ja. Dat draait het om. Nou ja, mijn ideaal is dat ik... mijn hele familie zat in de horeca. Allemaal cafés mijn droom is altijd geweest dat ik ooit nog, als ik straks een echt oud mannetje ben geworden, dat ik dan nog een heel oud kroegje kan kopen, waar hele echte oude mannetjes samenkomen. Ze gaan pas om 5 uur open. En dan, je mag er alleen in als je boven de 50 bent.
En op voorwaarde dat je de hele avond zit te zeiken dat het vroeger beter was. Zo'n feestje, dat... kijk, dan worden we wel 100. We gaan daar straks over doorpraten. Zullen we een paar gedichtjes ter afwisseling beluisteren? Vrolijk ons op. Wel, ik heb zo'n beetje van alles meegebracht. Er zijn heel veel gedichten en liederen geschreven over alcohol. Ik had het nooit verwacht. Maar het is een haast onuitputtelijke bron. En ik heb gisteren toevallig ben ik gestoten op een lied van Jacques Brel. En La Bière, het bier. En ik heb ook een vertaling gevonden van die tekst. En die kan ik misschien eens voor jullie voorlezen. Als dat goed is. Het bier. Het geurt naar bier van Londen tot Berlijn. Het ruikt naar bier en God, dat is fijn. Het geurt naar bier van Londen tot Berlijn. Het ruikt naar bier en laat ons vrolijk zijn. Zit vol Huilenspiegel en Neefjes van Tijl. Vol boeren en meiden in Breugelse stijl. Zit vol noordenwind die bijt in de mond van zwijnen die ronken met pensen rond. Zit vol volle glazen, het is machtig en tof. Zit voller met schuim dan zondags op loft. Zit vol bittere kou, want het is buiten kijf. Bij ons heeft een meid alleen zomers een lijf. Het zit vol oude mannen die bibberend en dor hun vroeger bepraten met schuim in hun snor. Het zit vol jonge jongens die leven de lol hun puisten beklinken met proost en school. Het zit vol godverdomme en vol Amsterdam. Het zit vol blonde vrouwen van noordelijke stam. Het zit vol ronde moekes met in hun brevier één borst voor de liefde, één borst voor het bier. Het zit vol horizons, het is geen slappe thee. Het is sterk en het is blond en de duivel werkt mee. Wij hebben geen Alpen, dus brouwen wij hier de vlakte vol bergen met bergen van bier. Jacques Brel. Maar het is niet altijd vrolijk. Dus zoals je zei, er wordt wel wat geklaagd in die bruine kroegen. We snotteren ook wel eens, ja. Dit is een iets wat serieuzer gedicht van Hubert van Herwegen. De oude kroeg. Ik ben op weg naar de oude kroeg, waar ik steeds kreeg waar ik om vroeg. Golven stilte en 2, 3 woorden die eensluidend erbij hoorden. En aan de tafel waar ik zat, uitzicht op het onbehoorlijk mooi Brabants land in rip en plooi, dat uit de verste blauwe kim, veld en bossage, stulp, kasteel, de kavels groen en koolzaadgeel, mij toegedanst komt, wijl een vrouw met de aarden bierkan in haar klauw wat moeizaam uit de kelder klimt. Ik hoorde net ook de naam Simon Carmichelt vallen. Die heeft niet alleen veel tijd doorgebracht in de kroeg, heeft er ook enorm veel over geschreven. Ik weet niet of mensen dat hier weten, maar er zijn veel bundelingen vol kroegcursiefjes van hem verschenen. Maar ook gedichten zoals dit. Tekst voor een wijnkaart. O drank, je hebt zoveel verpest. Toch ben je in mijn dorstig leven altijd die ene hoer gebleven die mij het diepste heeft gelest. Want hoe je me ook hebt geflest door altijd, en ik kon het weten, al je beloften te vergeten, als je weer klaar lag voor de rest, en hoe je me ook hebt uitgemest door alles wat je van me nam, ik leefde als ik bij je kwam, bij jou alleen, dat weet je best. Je grokstem en je valse streken, de stomme platheid van je spreken en van je bed de wulpse stank. Het was niks, als ik maar weg mocht zinken in jou om steeds weer in te drinken, jouw zoete leugen bittere drank. Simon Carmichelt. En ik heb ook een stukje gevonden in Carmina Burana. En ik weet niet of er hier Latinisten aanwezig zijn, maar
We hadden het er net over. Ik ben niet helemaal zeker hoe ik dit moet uitspreken. Het is een fragment. Het heet In de Taverne, in Taberna staat hier. Maar ik weet niet of je het zo moet uitspreken. Is dat correct? Taberna? Lijkt mij wel. Het is juist genoeg. Juist genoeg. We kunnen het ermee doen. Er staat misschien ook een foutje in de tekst, fliklooien. Ik weet niet of dat bestaat, het zou ook flikvlooien. Ik denk het wel, ja. In Taverna. Ter taverne waar wij drinken, mag de duivel met ons klinken. Niks en niemand gaat ons aan, waar de teerling rond blijft gaan. Wat geschiet in de taverne, waar het geld rolt en de deerne. Wie het wil weten, hoort aan, maar aan, luistert wel en zal het verstaan. Velen spelen, velen zuipen, velen bij de wijven kruipen. Maar bij spelen en bij kozen verliest men vaak hemd en hozen. Wint men hemd en hozen weer, dat slotskeer en tegenkeer. Hier hoeft niemand iets te vrezen. Bacchus zal ons keizer wezen. Eerst dan leven alle zwijnen, tweedens alle libertijnen. Afgedwaalde kloosterbroeders, vrome zusters, dievenmoeders. Zes, de christenen die hopen heil te vinden bij de stopen. Zeven, allen die hen haten. Acht, de zwervende soldaten. Negen, de verkeerd bekoorde pelgrims uit als werelds oorden. Tiendens, alle varensgasten en met wie ze het geld verbrasten. 12, de zondaars die flik vlooien. 13, voor hun lichte kooien. Allen voor de paus en koning. Vult het glas en vraagt verschoning. Drinkt soldaten, drinkt aan papen. Drinkt aan wijzen, drinkt aan schapen. Drinkt aan vaders, drinkt aan zonen. Drinkt aan maagden, drinkt matronen. Drinkt aan dienaars, drinkt aan heren. Drinkt wie boeten en boeleren. Drinkt aan zieken en gezonden. Drinkt aan keizers, drinkt aan honden. Drinkt aan knapen, drinkt aan wijzen. Drinkt aan blonden, drinkt aan grijzen, drinkt aan dieven en gerechten, drinkt aan edelen en knechten, drinkt aan monniken, prelaten, drinkt aan hoeren en castraten, drinkt aan wie het toe mag vallen, drinkt met uw duizendtallen. Zijn er 100 ook verdronken, er wordt nieuwe wijn geschonken. Enkel wie drinkt met de maat, die geneest van 's werelds kwaad. Laat de nijders rustig bekken en ons schelden Bacchus gekken. Wie ons hoont, die mag vergaan, op zijn kop het vat ingaan. In de taal. Nog eentje. Nog eentje? Misschien nogmaals een andere sfeer. Ik heb drie hele korte gedichtjes van Jean-Pierre Rauwy. Altijd goed. Sorry? Ik hoor gemormel in de kroeg, maar ik versta het niet. En toen was er niks meer. Jean-Pierre Rauwy. Drie variaties op een thema. 1. Ik ga, ofschoon de mensen en de dranker bedroevend zijn, in een café voor anker. Wat maakt het immers uit, waar of ik wacht op wereldoorlog, hartaanval of kanker. 2. Wij zijn niet dan bedroefd en stervenskrank en gaan aan velerlei gebreken mank. Wie heeft er nog het lef ons te verwijten dat wij onszelf verliezen in de drank? 3. Ik wis de wijn en tranen uit mijn baard. Was zulk een avond wel zo'n ochtend waard? Ik heb mij zo te zien met open ogen opnieuw op mijn illusies blind gestaard. Dankjewel. Midas, we willen het hebben over de ideale kastelein. Dat is niet de typische kastelein, daarvoor heeft hij te veel praats, toch? Jij zegt het. Wat doet de ideale kastelein? Zo weinig mogelijk. Sommige mensen denken dat de ideale kastelein dat een soort ment van huisvader is. Die mensen hebben te vaak in jeugdherbergen gebivakkeerd, denk ik. Die denken dat het café een soort van huiskamer is.
En dat de kastelein daar de vader van speelt. En, nou, dat zijn twee misverstanden in één. Want het café is natuurlijk niet een huiskamer. Er zijn in Nederland, hier hoop ik niet, in Nederland zijn er cafés die zich de huiskamer hebben genoemd. Liefst met een Griekse ei en veel SCH's en krullen daarin. Maar als een café natuurlijk iets niet moet zijn, dan is het een huiskamer, want die had je al. Waarom zou je van huis weggaan door weer een wind om ergens heen te gaan wat je al had? Nee, een café is een volstrekt ander toneelstukje met een andere rolverdeling. Waarbij de kastelein, ja, waar zou je hem mee moeten vergelijken? Hij is niet de baas. Hij is hors concours. Hij is een klankbord. Ja, of zelfs dat niet. Want je schrijft ergens, een café is niet om te luisteren, een café is om te praten. Niemand luistert. Nou ja, en als ze luisteren, zijn ze het sanderendaags vergeten. Iedereen heeft wel eens gehoord van een praatcafé, maar van een luistercafé heeft nog nooit iemand gehoord natuurlijk. En de kastelein is wel de laatste om dat te moeten zijn. Kijk, een goede kastelein, ik doe altijd ontzettend mijn best om dat te leren. Mijn vader was daar ook heel goed in. Is dat je hebt zo'n van, dus ik ben de kastelein en hier zijn de klanten. En die zitten allemaal tegen je aan te lullen. En de kunst is dus om daar niet naar te luisteren. Maar wel voor te wenden dat je luistert. Ja, en dat is dus het knappe. Dat dus je moet als kastelein moet je een beetje schudden met je hoofd. Zo, ja, ja. Zodat het zowel ja als nee kan betekenen. Zo'n beetje als een interviewer. Op het juiste moment, ja. Ja. En ik meen wel eens gezien te hebben dat het echt een hele goede kasteleins, dat die twee oren hebben, waarvan het ene oor groter is dan het andere, zodat het gelul wat door het ene oor binnenkomt, weer zo door het andere naar buiten loopt. Je ziet het ook wel bij huisartsen, hebben dat ook wel als ze naar je kwalen luisteren. Ja. En ondertussen zitten ze al, de volgende patiënt zitten ze. Dat is een grote gave, als je daarover beschikt, dan kan je een groot kastelein. Mag een kastelein drinken? Je vertelde over je vader die zoop bij het leven. Maar de meeste kasteleins die ik ken, drinken nauwelijks. Je hebt ze het zijn altijd een van beide, of altijd. In mijn ervaring zijn het heel, heel vaak een van beide uitersten. Een groot voorbeeld hierin is een kastelein van Gunsteren in Haarlem. Het cafeetje van Gunsteren bestaat nog steeds, de kastelein niet meer, zoals wel meer kasteleins. Mijn geheugen is een begraafplaats voor kasteleins, maar Van Gunsteren heeft daar een grote plaats in. Want die was van de categorie, ik drink niet. Dus die dronk nooit, terwijl er voor aan de bar iedereen geheel bezopen raakte. En dan was er wel eens iemand die zei van, nou meneer Van Gunsteren, dat is ook wat, dat u nooit drinkt. Wat, zei Van Gunsteren dan. En pakte dan van onder de toog een fles jenever tevoorschijn. Soop hem achter elkaar leeg, zei, zo, en wat had je nu verder nog te vertellen? Iets bestellen. Kijk, dat zijn dat soort kunstjes moet je in je hebben of ervoor over hebben. Wil je een echte worden? Die in de legendes nog eeuwenlang zal worden genoemd. De kastelein wendt voor te luisteren, luistert niet echt. En de andere stamgasten luisteren ook niet. Je schrijft ergens, het café zit vol zenders, maar er zijn geen ontvangers. Ja, heerlijk, ja. Wat is dan de lol eigenlijk? Nou ja, kijk, op het moment dat je aan het zenden bent, denk je dat wat jij verkondigd, meningen waarvan je niet eens wist dat je ze had, echt geweldig. Die verkondig je echt helemaal gratis voor niks voor iedereen. En per consumptie zeker. Dankbaar zijn dat ze dat allemaal mogen horen en geheel tevreden verlaat je het café, want dat de wereld nu toch wel een stuk wijzer is geworden. En de volgende dag vraag je natuurlijk een angst en beven af of iemand nog onthouden heeft wat jij vorige dag gezegd, maar daar is die drank dus voor.
toverdrank. Zogenaamde luisteraars in precies hetzelfde tempo het luisteren eraan geven als dat jij het verkondigen van zinnige meningen eraan geeft. En de volgende dag is het allemaal weer geneutraliseerd en kan je... Je kan dus de volgende avond exact dezelfde nonsens verkondigen en met hetzelfde voldane gevoel weer naar huis gaan. Waar vind je dat nog vandaag de dag? Maar het is dan belangrijk dat het promillage gelijk opgaat. Dus het is, ja, het is, kijk, het allerergste wat er Want bestaat, dat gaat in de meeste cafés natuurlijk niet goed. Er wordt er wel altijd eentje stom dronken, die lazert dan van zijn kruk af. Nou, dan is de lol eraf. Nee, ja, het is vooral, je hebt ook van die cafés, dat zijn niet de beste hoor, waar het om gaat dat een mannetje en een vrouwtje hun schroom voor elkaar verliezen met behulp van wat drank. Hè? Dus je kent dat wel, dan heb je een meneertje op een barkruk en een mevrouwtje op een barkruk, op redelijk afstand van elkaar, omdat je kan niet zomaar in het wilde weg opeens iemand die je er leuk uit vindt zien gaan zoenen of zo, om van erge dingen nog maar te zwijgen. Daar is dit spul dus voor. Maar zeker in tijden van MeToo moet je nu op je woorden letten, want hoe gaat dat dan? Ja, kijk, hoe het gaat is dat, het beste voorbeeld is... Drank is geen excuus. Nee, maar het beste voorbeeld is met vogeltjes. Kijk nou eens naar een telegraafdraad. En daar zitten een zootje vogeltjes op. En die vogeltjes die zitten allemaal een flink eind van elkaar. Een centimetertje of 25 of zo. En dat is ook heel goed, want zo kunnen die vogeltjes nooit ruzie met elkaar krijgen. Maar ja, dan wordt het voorjaar. En dan moet toch, dus die schroom die vogeltjes voor elkaar hebben, die moet toch overwonnen worden. Dus wat doen die vogeltjes? Die gaan in het voorjaar, krijgen ze mooie veertjes, gaan ze prachtig zingen, stellen zich verschrikkelijk aan. En dan zie je inderdaad 24 centimeter, 23 centimeter, 22 centimeter. Tot uiteindelijk een centimeter of 5. En nou ja, daarom zijn er nog steeds vogeltjes. Anders zouden we er geen... Nou, in een bar zie je hetzelfde. Dan heb je dus een jongen en een meisje. Die zitten op die barkrukken 25 centimeter van elkaar, zou ik maar zeggen. En ja, dat wordt nooit wat natuurlijk... En tenzij, daar is die bar voor, dat met elk borreltje wat je drinkt, zie je die afstand, zie je geleidelijk tussen die twee afnemen. En want daarom zeg ik het, want jij begon met die vraag. Dat is fantastisch, daarom zijn er nog steeds mensen. Maar het probleem is dus, dat als jij niet gedronken hebt en ik wel... Dat ik die afstand steeds af laat nemen, ja, terwijl jij daar in het geheel niet van gediend bent. En op het laatst zit iemand dus echt met zijn tong in je oren. Moeten we niet hebben. Dus we moeten niet hebben, we moeten gelijk opgaan. Dat is de kunst. En daarom hebben we van oudsher ook in het café instanties als het borreluur. Dat is niet omdat het om 5 uur lekkerder is dan om 6 uur. Maar dat is om de mensen een beetje te synchroniseren. En sluitingstijden. Sluitingstijden, idem dito. Wat natuurlijk in Nederland een heel andere cultuur is dan wij hier kennen. Want? De meeste cafés hebben geen sluitingsuren. Oh, wat erg voor jullie. Wij kennen niet dezelfde methode van om 1 uur is alles afgelopen. Om 12:30 roept iemand tijd voor de laatste ronde. Dat kennen wij niet. Oh, wat vreselijk. Erg, hè? Ja, nee, dat is heel erg, want... Cultuurverschillen, meneer. Wij drinken altijd ergens naartoe. Wij hebben een doel in het café. Wij weten, om 1 uur gaat het dicht. Dus ja, om 11:30 word je al wat ongerust. Zullen we de gewenste psychische staat halen voordat het zover is... Of omgekeerd, het gebeurt wel eens, zelfs in Nederland zijn er wel kasteleins, maar dat zijn hele slechte amateurkasteleins, die om 1 uur denken van, goh, het is zo gezellig, we plakken er nog een 30 minuten aan vast.
Maar dat is vreselijk voor een Nederlander. Dan heb je net lekker gedronken. Je hebt net het stadium bereikt wat je bereiken wil. Er zullen geen echte liederlijke dingen. En dan plakken ze er een uurtje aan vast. Ja, er gebeuren natuurlijk vreselijke dingen gebeuren er dan. En je kunt ze nog navertellen. Ja, ik vertrouw die kasteleins niet. Mijn vader was er een. Dus ik hou een klein beetje slag om de arm. We praten er straks over verder. Misschien nog één of twee drankgedichten van onze kastelein. En dan gaan we zelf ook drinken. Even toch. Wel, ik zal er een paar hele korte doen van Jan Boerstoel. Hmm. En dan misschien nog een ander. Maar als de tijd om is, dan moet je het maar zeggen. Jan Boerstoel, die heeft een reeks gedichtjes geschreven onder de noemer 223. Drinken doet een beetje zeer. Nuchter leven nog veel meer. Dat is Boerstoel, hè? Ja, dat kan ik dus al niet meer lezen. Ja, dat, Kroegverzen. Dat ik daar niet... Spreekwoord. Alcohol en meiden, dronkenschap en lijden. Waar een wil is, is een weg, maar soms ontbreken beide. Filosofie. Ik ken het klappen van de zweep. Ik ken de regels van het spel. Ik ken de zin van het bestaan. Maar als ik drink, dan gaat het wel. Heb jij het gelezen? Vrolijke dronk. Ik moet altijd zo huilen om alles wat ik weet. En altijd weer zo drinken voordat ik het vergeet. Ochtendmens. De morgen kost normaal al strijd, maar zeker tegen sluitingstijd. En als laatste eetcafé. Pindas, peperworst, paté, camembert en kipsaté, biefstuk en gebakken lever, doet u mij maar een jenever. Dankjewel. Mannenvrouw. We houden een pauze en bestel wat bij de kastelein, zou ik zeggen. De laatste plaatsen worden ingenomen. En wij gaan van start met een tekst van Wannes van de Velde. Café zonder naam. Ik wil vertellen een historie van een kroeg onelegant in een stad stil en verloren in een regenachtig land. Tussen lege magazijnen met een reuk van verzuurde wijnen, tussen muren van beton, achter vensters zonder zon. Er zat altijd dezelfde gasten die daar zaten al jarenlang en er zopen en er brasten, samen gingen hun gang. Die op lang vergeten gronden nog een kroeg hadden gevonden, klein en ver van elegant in een regenachtig land. Ze versleten er hun dagen, ze verdoofden hun tijd. Geen ene stelde vragen, geen ene voelde spijt. En ze gingen mediteren over sterven of creveren, een cafeke zonder naam. Eind van hun bestaan. Maar een zeeman, oud van jaren, kwam eens binnen met de wind om wat moed te gaan vergaren bij een borrel en een pint. En hij las er de gedachte, de verveling van lege nachten in het uitgestorven oog van de mensen aan een toog. Schat, toch uit met u te plagen, ga toch mee met heel de ploeg, onder zeil, één van deze dagen. Op mijn schip is plaats genoeg. En het is zover gekomen dat hem ze allemaal heeft meegenomen. Het cafeetje zonder naam is verlaten blijven staan.
Ik ben de weg al lang vergeten naar dat regenachtig land. Naar die stad, stil en verlaten, en die kroeg onelegant. Ik heb gezocht tussen magazijnen met een reuk van verzuurde wijnen. Maar het caféke zonder naam schijnt voorgoed te zijn vergaan. Dankjewel, Andy. Café zonder naam van Wannes van der Velde, klassieker. Een beetje een opmaat om te praten over hoe moet een goed café heten? Eigenlijk heel eenvoudig. Het hoekje, de nieuwe sport, de sportvriend, Terminus. Dat zijn allemaal namen. Als je zo'n soort van naam op een café ziet staan, kan je gewoon naar binnen. Hoef je verder niet te kijken op de spijskaart of wat dan ook. Dat zijn goede namen. Dan weet je, hier zijn geen pretenties. Hier komen de mensen gewoon bij elkaar. Hiervoor is het café ooit uitgevonden. Een café moet niet Korsakoff heten. Ja, dat heb je op Mechelseplein in Antwerpen. Eerlijk waar? Ja, café Korsakoff. Het moet niet Korsakoff heten, niet L'Amour Subit. Wat een van de prachtigste cafés van Brussel is. Wat is de mooiste cafénaam die we kennen hier? Iemand? Morsubiet? In de spijtige duivel. Of je spijtige duivel. Klinkt goed. Café waar ik moet werken. Of je spijtige duivel. Ja, je kan namen verzinnen voor cafés wat je wil, maar als het een goed café is, dan heet het café toch gewoon bij Stien. Of we gaan vanavond gaan we naar Henk, of wordt het toch naar de Kastelein genoemd. Bij Leon en Zermene. Dat zijn de goede namen, want dan laat je zien dat het te maken heeft met menselijk contact en niet met ooit een naampje wat iemand ooit verzonnen heeft. Van de hak op de tak, het doet me denken aan een mooi verhaal van Herman de Koning, die ooit een verhaal schreef over een café bij ons. Ik woon in Zurenborg in Antwerpen, bij ons op de hoek had je café Leopold. En café Leopold, gedreven door Dikke Jos. Ik krijg nou al dorst. Had ook een kleine spijskaart. En Jos, Dikke Jos, legde het altijd aan met een van zijn serveuses. En dat was dan dik aan en dan stond er op de spijskaart bij Jos en Leonie. Toen ging het, Jos en Leonie gingen uit elkaar. Het was te duur om nieuwe spijskaarten te drukken. Dan zag je bij Jos en Mirjam. Herman heeft er allerlei bedenkingen over de liefde aan vastgeknoopt. Kijk, zo kan een café ook heten. Mijn stamcafé in Haarlem, dat had ook een naam, maar dat weet niemand. Dat heette gewoon bij Kees en Gerda, want dat was het echtpaar wat de zaak dreef. En die waren ook zeer aan elkaar gewaagd. Want als je in het café kwam, en dat gebeurde wel eens, en dan zei er iemand... mag ik iets drinken? En dan zei Kees, die zei van, ja wat wilt u dan hebben? Nou, zei die klant, dan, dat geeft niet, als het maar koud is en als er maar veel alcohol in zit. Oh, zei Kees, dan moet je Gerda hebben. Maar later ging Gerda dood en toen heette het café Kees en Gerda zonder Gerda. Ja, kijk, dat zijn de mooie verhalen. Waarom hebben cafés zo vaak dierennamen? De zwarte kat, het witte paard, de pelikaan. Nou, dat komt natuurlijk omdat er vroeger sowieso geen huisnummers waren. En een heleboel mensen konden helemaal niet lezen. Dus om aan te geven wat voor café je had, had je café het paard en café de kat en café de druif. Maar ja, toen kwamen er steeds meer cafés. Dus toen moest je de zwarte kat en de blauwe kat en de... in Antwerpen heb je nog een heel oud café, dat heet gewoon de kat. Die zijn nooit... De kat in de Wolstraat. Maar heel vroeger was het natuurlijk zo dat als een café... Heel veel cafés heten de zwaan. Of het zwaantje, of de twee zwaantjes. En dat was van oudsher natuurlijk altijd
het uithangbord waardoor je wist dat er behalve drank ook dames te verkrijgen waren. Hmm. Welke dieren horen in een café? Er zijn cafés, zeker in Amsterdam kwam ik ze de laatste jaren dat ik daar woonde tegen, die leken meer op een kennel dan op een café. Hoort een hond in een café? Absoluut niet, nee, nee, nee. Vraag ik de bioloog, een kat? In een café zonder kat heeft geen enkele zin. Het heeft geen enkele zin om de mensen drank te geven als er geen poes aanwezig is om de mensen... Nou, kijk, het leuke van een poes... Ja, jij bent natuurlijk een poezeman, hè? Ja, en een hondenhater. Nou, ik ben goed bij mijn hoofd. Nee, het leuke van een café is dat je dat daar een prettige stemming wordt gekweekt. Het gaat dus niet in het café om de dingen die je tegen elkaar zegt, de inhoud van de gesprekken. Het gaat om de saamhorigheid, om de gezelligheid, het met z'n allen. Het gaat om het, niet om het hoofdje, het gaat om het gevoel. Het zijn en de apen die elkaar aan het vlooien zijn, ja, uiteindelijk. Nou, en de poezen kunnen daar ontzettend goed bij helpen, want er zijn in de natuur maar heel weinig geluiden die aangenaam zijn. Bijna alle geluiden in de natuur zijn onaangenaam. Onze oren zijn gemaakt als een alarmsysteem. Want als er een takje achter je kraakt, dan schiet je gelijk. Er zijn maar heel weinig prettige geluiden in de natuur. Het kabbelen van een beekje, het rollen van de branding. En een van de aller aangenaamste geluiden die er zijn. Hm? Een kattengejank? Nee, spinnen van een poes natuurlijk. Hè. Begrijp me nou toch. We werken nou toch eens een beetje mee. Zoals Ik ken ze anders hoor. In bepaalde jaren tijden. Zeg dan gelijk dat je niet van poes houdt. Ik heb twee poezen thuis, kom aan. Kunnen we ons dit besparen? Nee, een poes is natuurlijk het toonbeeld van gezelligheid, aangenaamheid, geborgenheid. Daar is een poes voor. Dus ja, een café willen beginnen en geen poes in huis halen. Ik stel me dan ook de hemel stel ik mij voor als een soort... asiel met volledige vergunning of zo. Het is een beetje het liedje van Dr. Anspe, hè? Welk? Terwijl de kater sliep en de pendule liep en de kanarie sprak chip 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 chip. Dat is wat je eigenlijk wil. En dat liefst nog een aquarium erbij. Als tante Constance en tante Mathilde maar wegblijven. De teleurgang van de cafés, daar gaat je boek natuurlijk ook grotendeels over. Er zijn een aantal oorzaken natuurlijk. De meeste zijn verdwenen. Althans, meer dan de helft is verdwenen. Het gaat heel hard. Hè? Het gaat nog veel harder. Terwijl ik mijn boekje over de mooie oude cafeetjes schreef, zijn in Nederland meer dan de helft van de cafés die ik in mijn hoofd had om te bejubelen, verdwenen. Ik heb dit boekje kunnen schrijven omdat ik vrij veel lezingen geef door het land. En dan kom je nog wel eens ergens, hè, dus een lezing in een zaaltje achter de kerk. En dan was er altijd wel een klein cafeetje, was daar wel bij. En ik verheug me dus heel vaak op een lezing. Ik denk, we gaan naar Andijk, want daar weet ik nog een cafeetje. En dan kom je in Andijk, een cafeetje weg. Hebben die kutkinderen er weer een of andere loungebar van gemaakt of zo. De latte macchiato. Ja, al die narigheid. Nou, nee, er zijn heel veel redenen waardoor het bruin café verdwijnt. En ik... Dat boekje ging er eigenlijk over om te kijken wat die redenen nou zijn. En dan kun je het aan een kastelein gaan vragen. Van meneer de kastelein, waarom verdwijnen al die mooie cafeetjes nou? En dan doet hij wat mensen sowieso graag doen. De schuld geven aan een ander. Dus dan ligt het aan de hoge heren in Den Haag bij ons... die hebben wetten afgevaardigd dat je niet meer mag roken en er moeten aparte dames en heren toiletten zijn en de
De accijnzen zijn niet meer op te brengen, enzovoort, enzovoort. Allemaal waar, toch ook? Het is allemaal waar, met de nadruk op ook. Een voorbeeld is het rookverbod, dat krijgt meestal de schuld. En dan vind ik het persoonlijk ook afschuwelijk dat er in cafés niet meer gerookt mag worden. Want ik vind het wel fijn als je eerst, als je binnenkomt, door dat rookgordijn heen moet, is een soort... initiatierieten voor je binnenkomt, dat je er eindelijk echt bent. En natuurlijk horen rook en drank bij me. Maar het is niet de schuld van de achteruitgang van het café, en dat kan ik bewijzen. Want in restaurants mag ook niet meer gerookt worden. En in Amsterdam, om een voorbeeld te noemen, komen er elke week 4 restaurants bij. Dan is het de schuld. Terwijl er elke week 4 cafeetjes afgaan, waaronder natuurlijk altijd het leukste. Dan is het de schuld van het eten. Het roken heeft met die achteruitgang weinig te maken. Het zijn helaas niet de anderen, de boven ons gestelden, die ons cafeetje afpakken. Het eigenaardige is dat wij zelf ons cafeetje afpakken. Heel in het begin was het natuurlijk de kerk die probeerde ons het cafeetje af te pakken, want het was onzinnelijk en je kreeg er maar rare gedachten van. Want het cafeetje stond altijd naast de kerk. Ja, die vulden elkaar goed aan, maar eerst naar de mis en dan naar het cafeetje. Laten we het even wel. Dus dan zou je ook kunnen zeggen dat de ontkerkelijking de schuld is van de teleurgang van de cafés. Dat heeft er zeker mee te maken. Nee, en het is nog iets andersom, maar dat mag je bijna niet zeggen. Want met ontkerkelijking bedoelen wij dat er steeds minder mensen Christus bejubelen. Maar er zijn steeds meer mensen die een andere God aan het bejubelen zijn. Tot grote woede van de kasteleins. Want die christenen die zuipen, maar die Mohammedanen die lusten geen drup. Dus dat is ook een reden van. Maar de werkelijke reden van de teleurgang is dat wij laten ons niet meer ringelhoren door de kerk. Die kerkelijke moraal die is in de loop der tijden vastgelegd in wetten. Die bijvoorbeeld zeggen dat wij geen sterke drank mogen verkopen aan kinderen onder de 3 jaar en meer van dat soort dingen. Daar trekken wij ons ook niks meer van aan. Maar wij laten ons geheel en al ringen, we laten echt onze oren hangen, het hele moderne leven lang, aan de lijfstijl. Haha, de tijdgeest. Het is niet meer de wetgever. Het is de schuld van de weekendknak. Het is maar die blaadjes die kopen we zelf. Elke week kopen wij die blaadjes om te lezen wat wij nou wel of niet mogen. En wat wij bijvoorbeeld niet meer mogen, is ongezonde dingen doen. Dat is helemaal uit. Dus alleen daarom al mag je. En wat vroeger heel gebruikelijk was, je eerst helemaal bezuipen en dan met je auto naar huis rijden. Dat mag ook al niet meer. Dus pakken je alles af vandaag de dag. Daar zijn we toch niet voor, of wel? Ja, maar we deden het vroeger. Het gaat er nu even om te verklaren waarom die cafeetjes er vroeger, vooral die kleine kamineetjes ergens in de provincie, aan een dijkweggetje, waar je alleen maar met een auto komen kan. Ja, dan moet je er met de auto heen en dan moet je er ook met de auto. Ik praat helemaal niks goed of slecht. Ik probeer te verklaren wat er mis is gegaan, maar het zijn de mensen zelf die zich het genot af. Het mooiste voorbeeld wat ik ken. Ik kwam een tijdje geleden in het café naast mijn huis. En het was heel gezellig hoor, dank u wel. En er staat een bar met, ik denk, 20, 30 barkrukken. En er waren er flink wat leeg op borreluur. En ik denk, hoe is dat nou toch mogelijk? Vroeger zaten al die krukken vol. Je moest echt je best doen om aan de beurt te komen, om eens een rondje te mogen geven, zo druk was. Ik denk, waar zijn nou toch al die mensen gebleven die hier vroeger tussen 5 en 7 zaten? Waar zitten de mensen tegenwoordig tussen 5 en 7? Waar zitten alle mannen tegenwoordig tussen 5 en 7? Die staan in de file. Ze staan liever in de file dan dat ze aan de bar staan. Wie is er nou gek geworden hier? De mensen pakken zichzelf hun eigen plezier. Of
Als het een beetje mooi weer is, zitten ze op het terras. Ik had gehoopt dat je niet over het terras zou beginnen. Ik kan me er zo over opwinden. Nee, dat is... Kijk, er is een groot verschil in drankcultuur. Maar je zei in het begin van het gesprek van... Je hebt schemer nodig, je hebt herfst nodig. Ja, terwijl ja. Mensen als planten, die willen licht, die willen buiten zitten. Ja, dat denken ze. Kijk, er was tot voor kort was er een hele duidelijke tweedeling tussen de noordelijke drankcultuur en de zuidelijke. Mensen in het zuiden, die dronken wijn en die zaten op het terras in de zon aan de Middellandse Zee, Mediterranees, blauw. Wij in het noorden, en in Nederland nog erger dan hier ook, die zaten lekker in de schemering, aan kleine glaasjes. En liefst dat niemand het zag, behalve de andere mannen. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het protestantisme. Drinken protestanten anders dan katholieken? Ja, veel lekkerder. Ja, kijk, het leuke... Ik heb ook in mijn boekje met opzet vrij weinig aandacht besteed aan de drankcultuur beneden de rivieren, waar de katholieken wonen. Want de sociologische katholieken, zullen we maar zeggen. Die boven de grote rivieren, die protestanten, die zijn veel interessanter. Kijk, die jongens beneden de grote rivieren, wat moet je daarvan zeggen? Die geef je een fles drank en ze drinken hem op en ze gaan zingen. En als het tijd is om carnaval, dan zetten ze een mal pakkie aan en dan gaan... er is geen moeite aan. Het is net als hondenliefhebbers. Het is gewoon van die hond die houdt van jou en daarom hou jij van die hond. En daarom houdt die hond weer van jou en jij van hem. Nou, interessant zeg. Terwijl poezenliefhebbers, die hebben het probleem van dat die poezen... niet altijd van jullie. En nou, het is met die protestante drinkers ook. Die mogen van zichzelf, mogen ze niet. Dat is het leuke. Dat is die zagrijnen boven de grote rivieren. Die zitten daar in die bruine cafeetjes van ze. En met van die gordijnen voor de ramen. Moet je eens opletten, in een echt café. Die heeft gordijnen voor de ramen. Ongeveer deze hoogte. Zodat je niet naar binnen kan kijken. Maar ja, je mag natuurlijk niet helemaal het raam dicht doen, want dan is het net alsof je iets heel stiekems doet. Dus we hebben van die gordijnen dat je er net overheen kan kijken naar binnen, als je dat zou willen. Maar ja, dan ziet iedereen dat jij naar binnen zit te kijken. Dat een beetje dat stiekeme, dat achterbakse, dat... Dat is lekker. Iets doen is lekker, maar iets stiekem doen, dat is het dubbel lekker. Dat is het genot van het... protestantisme, hebben, nou goed. Die oude protestantse, noordelijke cultuur, dus in het noorden is het koud en daarom groeien er geen druiven en daarom drinken wij geen wijn en daarom zitten wij niet op een terras en daarom drinken wij bier en jenever ergens in de achtergrond, terwijl je daar niet is. In het zuiden, daar zitten ze maar, Chianti, visnetten. Ja, en doordat die Noorderlingen te vaak op vakantie zijn geweest naar dat zuiden, zetten ze ook een terras buiten, moet je in Amsterdam kijken. Nu, 10 graden onder nul, zitten ze nog op het terras. Onder die warmtestralen. Maar ze kunnen het niet, dat is het leuke. Want ze doen alsof ze heel zonnig zijn, alsof ze dus willen genieten van de zon en zo. Dus gigantische terrassen, één, allemaal gaan van terrassen in Nederlandse plekjes rondom de kerk. Maar wat doen ze? Ze hebben het terras nog niet neergezet. Ze zetten parasolen neer. Want ze willen niet echt in die zon zitten natuurlijk, dat hebben ze wel begrepen. Dus de teleurgang van de kroegen is te wijten aan de mensen die zich wijs laten maken dat zon en lucht en jong en fris en toekomstgericht en dat de waarde, terwijl je daar alleen maar blaasontsteking van krijgt. Nou, we hebben al een aantal elementen onderzocht, maar er komt er nog eentje bij die in je boek eigenlijk niet in die mate aan bod komt. Ze staan in de file, ja, dat zal wel. Maar ze zitten ook op Facebook. De sociale media komen in je boek niet aan bod.
En je beschreef een kroeg als een plek waar iedereen praat en niemand luistert. Nou ja, dat is Facebook eigenlijk. Ja, ja. Dat is precies hetzelfde. Er zijn zenders en nauwelijks ontvangers. Een virtueel café. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk, maar als je nou de keuze hebt tussen achter zo'n toetsenbord zitten thuis. Ja, lekker zitten schelden. Of lekker met z'n allen aan de bar met een pilsie erbij. Ja, ik zou het ja, jij weten. Doet Facebook natuurlijk. Daar heb ik mijn personeel voor, jongen. Nee, maar dat Facebook is natuurlijk... Maar als je daar... Tegenwoordig regelen mensen alles via Facebook. Maar de ouderen onder ons, die herinneren zich nog wel... dat in het café, daar werd vroeger alles geregeld. Hè? Als je een loodgieter nodig had... dat was God zijn geloofd en geprezen geen internet. Dus dan zei je tegen je vrouw van... ik geloof dat Piet wel een goede loodgieter... ik ga eens even naar het café hier om te kijken of Piet er is. Dat is toch een stuk aangenamer. Dat gezeik op dat Facebook. Ja, het is slecht voor je goten en je gijzer. Maar het is wel vreselijk gezellig natuurlijk. Mijn echte stamcafeetje in Amsterdam... dat is op de Noordermarkt. Daar staat... aan de Lindengracht. Daar? Ja, hier de Noordermarkt. Café Hegeraad. Het is echt een heel mooi, prachtig mooi cafeetje. Zoiets als de kat hier. En er staat een tekst boven de bar. En jonge mensen begrijpen daar niets meer van. Daar staat... voor de bar wordt het meest verdiend. Begrijpen jonge mensen helemaal niets van. Maar vroeger werden natuurlijk ook... zaken werden gewoon gedaan. Als jij iemand nodig had om een beetje zaakie te behandelen, dan sprak je natuurlijk af in het café. En dan zag je dus regelmatig, toen de echte ochtendzaakjes nog bestonden, dat je om 11 uur ergens binnenkwam in het café, 's ochtends. En dat er al twee helmen, die hadden goede zaken gedaan. Ik kreeg, kom binnen, geef ze allemaal, want die hadden goede zaken gedaan. Het leven speelde zich af in het café. En dan niet het gewone leven, want ja, dat bestaat nog steeds. Maar ja, een beetje in het kwadraat, want een beetje met een borreltje erbij. Dus, het was alsof je in een wat hogere versnelling... ja, dat heb ik mijn vriendin ook wel eens proberen uit te leggen, maar dat trapte ze niet in. Maar het was wel zo. We gaan nog naar een paar gedichten luisteren en dan praten we nog even over letteren en alcohol. Misschien moeten we eens een cafébaas zelf aan het woord laten. Dit gedicht heet Cafébaas leest voor uit eigen werk. Stella, €1,50. De Koning, €1,50. Jupiler N.A., €1,50. Mazoet, €1,60. Stella 33, €1,60. Geuze, €1,60. Hoegaarde, €1,70. Kriek, €1,70. PLL Witbread, €1,70. Tuborg, €1,80. Rodenbach, €1,80. Vedette, €2. Westmalle Dubbel, €2,30. Westmalle Triple, €2,50. Duvel, €2,50. Martin's Pale Ale, €2,50. Het is een iets wat ouder gedicht. Horen jullie wel aan de prijzen. Ik heb ook iets bij van Gerard Reven. Dat mag eigenlijk toch niet ontbreken. Het staat in een boek dat ik van Piet heb geleend. Bedankt, Piet. Gedicht voor dokter Trimbos. Goedkope wijn, masturbatie, bioscoop, schrijft Céline. De wijn is op en bioscopen zijn hier niet. Het bestaan wordt wel eenzijdig. en misschien tot slot... nog even terug naar het bier. Het is een gedicht over Belgisch bier dat ik wil voorlezen, maar het is geschreven door een Nederlander, Willem Wilmink. Belgisch bier.
Zeg, wat wilde jij voor bier? Sanctus, Duvel, Tempelier, Gildebier of Affligem of Jacob uit Wolvertem? Speciale aardsmachine of een Brendonksvitamine? Rochefort of Krieklambiek, Paltenkoning, Liefmanskriek, Mater, Patersvat, Floref, Rubensbier of Christmaslef? Vader, Abt of Kardinaal of een Trippel van Westmal? Stella, Maas of BST, Witkap, Trippel of Chimay, Witkap, Stimulo, Maibok of een Geuze van de Stok? Een Grand Cru, een Maritsu, een Westvleteren uit Watou, Extra Moordgat of Orval, Pieter Powell of Kristal, Hoegaards Witbier of Ladmo, Rodenbach of Tongerlo, Chevalier of Ide Pils. Vriend, ik heb voor elk wat wils. Volgens mij, middags leerden we elkaar ooit kennen in een café, de Engelbewaarder, literair café, tegenover de redactie van Vrij Nederland in Amsterdam toen. Bestaat het literair café als instituut nog? Groepen kruipen bij elkaar, veekooplui, binnenschippers, schrijvers. Het literair café, bestaat dat nog? Nee, helaas nauwelijks. Nee, dat is langzamerhand bijna een mythe geworden van, oh, vroeger weet je nog, toen Scheltema, Engelbewaarder, en zelfs Welling is geen echt literair café meer. De verbraving, denk ik, of misschien toch dat dit internetschrijvers zitten, ook allemaal op die dingetjes. Wij leefden nog in de veronderstelling. Veronderstelling in het geloof dat het onmogelijk was om een min of meer literaire tekst te schrijven als je daar niet minstens een halve liter jenever bij had gedronken en twee pakjes zware check bij had. Jij bent je carrière begonnen bij Vrij Nederland, ik bij de Nieuwe Linie. En de Nieuwe Linie was ook een opinietijdschrift in die tijd. En als jongetje maakte ik daar mijn eerste redactievergaderingen mee. En dan kwam hij binnen en dan zaten daar zo'n stuk of 10 redacteuren aan de tafel. En ik denk, nou, wanneer begint die redactievergadering nou eens? Nee hoor, die begon niet. Niet voordat het hele redactielokaal helemaal blauw stond van de rook. Er werd echt als een gekken werd gerookt, allemaal zware check. Alleen de hoofdredacteur die had een ontzettende sigaar. En maakten wij ons. Daar was hij hoofdredacteur voor, ja. Ja, en het hielp wel. Het was een heel links opinietijdschrift was het. Nog linkser dan de Groene Amsterdammer. Volgens van Maarten van Amerongen was de Nieuwe Linie ooit rechts begonnen, maar zo ver naar links opgeschoven dat geen mens het ooit meer heeft teruggezien. Ja. Dat kan ook aan die wolkenrook hebben gelegen, dat weet ik niet. En als we vergaderd hadden, gingen we suipen. Maar bestaan er nog journalistencafés? Je had ze natuurlijk ook. Je had ze bijvoorbeeld in Brussel nog op de Jacquemijnlaan destijds. Toen de Jacquemijnlaan nog de Fleet Street van Brussel was. Je had ze de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Ja. Voorbij, ook en voor goed voorbij allemaal. Bestaan er eigenlijk nog journalistencafés? Er zijn journalisten in de zaal. Kennen wij nog journalistencafés? Ik ook niet meer. Het had ook heel veel te maken met... Daar werden eigenlijk de kranten gemaakt. Ja, maar het had heel veel te maken met sluitingstijd, net als in het café. Dus er werd ontzettend naar het vallen van de krant werd er toegewerkt. Er was een ontzettende spanning. En de enige manier om die spanning te breken was drinken. En als het stuk eenmaal af was, ja, dan moest je weer drinken omdat het af was. Er hing boven mijn schrijftafel hing een blaadje uit de bescheurkalender van Code MB. Dat ging ongeveer zo. Uiteindelijk dan toch weer alleen met fles en schrijfmachine. Er stond boven deadline. Uiteindelijk toch weer alleen met fles en schrijfmachine ging de race nog altijd niet zozeer tegen de tijd als wel tegen de drank. Het stuk moet klaar voor die dronken is.
Fantastische quote. Ja, die, nou, over sluitingstijd gesproken. Ja. Ja. Maar nu zonder gekheid en zonder dat we in nostalgie vervallen. Maar eigenlijk is er toch ook nog nooit goed literair werk geschreven met een slok op. Sander en Daags valt het altijd tegen. Ik weet het niet, ik heb het wel eens geprobeerd met een slok op en ik heb het wel eens geprobeerd zonder slok op en dat maakt niks uit. Dus dan kan je net zo goed een slok op hebben. Misschien eindigen met, ik wil graag een stukje laten voorlezen toch nog uit dat boek. Een bioloog die kan natuurlijk weten wat alcohol precies met een mens doet. Nou, twee paginaatjes. Zo. Laten we daarmee eindigen. Het is een mooi fragment. Dan weten we allemaal wat ons te wachten staat als we onze hoes toch nog in een café terecht zouden komen. Men neemt een café naar keuze. Nestel u op een comfortabele uitkijkpost. Een barkruk in het hoekje is afdoende. Als je niet zegt, zijn ze je binnen 5 minuten vergeten. Hou je aan de spa. Kijk, daar doet al iemand een bestelling. Het spektakel kan beginnen. Van buiten blijft het bij de eerste slok bij een licht knijpen van de ogen en een nauwelijks hoorbaar zuchtje. Kon je ook van binnen kijken, dan zag je de alcohol zonder dralen aan de slag. Als voorproefje wordt meteen in de maag al een vijfde deel van de alcohol in het bloed opgenomen. 1 forse hartslag en het is bij de hersenen. De meeste stoffen worden hier bij de bloed-hersenbarrière tegengehouden, maar de kleine alcoholmoleculen slippen er moeiteloos door. Nu blijkt wat voor toverdrank het is. Alcohol lost niet alleen gretig op in het water van het bloed, maar ook in het vet rondom de hersencellen om de vrije wil uit te schakelen en de macht over te nemen. Een half uurtje later is ook de hoofdmacht na een omtrekkende beweging via de darm gearriveerd. De omgekeerde evolutie krijgt de gang erin. Het snelst gaat het met sterke drank om de eenvoudige reden dat het concentratieverschil tussen drank en bloed, het verval, het grootst is. En toch zijn halfsterke drankjes zoals gin tonic het geniepigst. De maagwand vindt dit slappe spul niet de moeite waard om zich met extra slijm te beschermen en de maagportier laat de uitgang naar de darm wijd openstaan. De drinker begint zichtbaar te veranderen. Hij voelt zich meer en meer een leeuw, terwijl hij in uw waarnemersogen juist op een aardvarken begint te lijken. Hij ervaart de alcohol als een stimulans. Toch is het juist een verdovingsmiddel. Het geheim schuilt in de plaatselijke werking. Het eerst verdooft de alcohol de delen van de hersenen die het laatst in de evolutie zijn ontstaan. De frontale lob, de trots van de mens waaraan hij zijn epitheton sapiens ontleent. Behalve de reden zetelen hier de remmingen die in het maatschappelijk verkeer zo goed van pas komen. Bevrijd van remmen, soeft de drinker als een kind op zijn sleetje bergafwaarts. Je ziet hem opleven. Hij spreekt onbekenden aan als oude vrienden en valt de barman lastig met observaties over het weer. De barman slikt en schenkt. Blijf kijken hoe een drinker met zijn drank vervloeit. Hij is nu nog redelijk verstaanbaar. Maar waren het tot nu toe veronderstellingen die hij opperde, hij grossiert nu in zekerheden. Waaraan de wereld ten onder zal gaan en wie bij ballen kampioen wordt. Omdat het gezelschap gelijk op meedringt, heeft het het erg naar de zin. Daar moet op gedronken worden. Het verdere verloop hangt enigszins van het type café af. In de Doffer te Amsterdam begint nu het lastigvallen van de dames door de heren, gevolgd door het stadium waarin sommige dames dat niet meer zo erg vinden. Bij het biljarten in de Bijenkorf te Laren nemen de scores af en wordt om 10 over rood geroepen, zo niet iets ergers met telefoonboeken en bekers op het laken waar later ruzie over de spelregels ontstaat.
Moppen worden voor de tweede keer verteld, omdat men de ander voor nieuw gezelschap aanziet. Alcohol heeft zich in de geheugencentra genesteld. Van angst hebben die nog nooit gehoord. Het is de hoogste tijd om iemand eens de waarheid te zeggen, vinden ze. Maar van de waarheid blijkt niemand beschonken of nuchter gediend. Een handgemeen dreigt. De gezelligheid is om te snijden. Als waarnemer vraag je je af of je zelf ook zo zou zijn als je het niet bij spa had gehouden. Het antwoord is ja. Het punt van verdrinken waarop de frontale lob zich inmiddels bevindt, is het best samengevat in een tekst op de wc van het Amsterdamse café De Tap. Ik ben niet verdrinkt als je dronken wat ik ben. Tijd voor de alcohol om door te dringen tot lagere, maar daarom niet minder onontbeerlijke hersendelen, waar functies zoals de ademhaling en voortbeweging zetelen. Deze beginnen haperingen te vertonen. Nuchter kun je die niet eens goed nadoen, zelfs als nadoen je vak is. Wil je een toneelspeler door de mand zien vallen, laat hem dan spelen dat hij dronken is. Dat lijkt nergens op. Hoe meer de acteur zijn best doet om zich minder gecoördineerd te bewegen, des te dieper valt hij door zijn mand. Zo zijn dronken mensen niet. Die proberen nu juist te doen of er niets aan de hand is. Om te spelen dat je dronken bent, moet je doen alsof je een dronkaard bent die doet of die niet dronken is. Minder acteren en meer drinken, dat is wel vaker het beste. Nou, dat leek me een mooi stukje om mee te besluiten en om u ervan te overtuigen, als u het boek nog niet gekocht heeft, dat u het aanstonds toch nog moet doen. Het is een heerlijk boek, het is een nostalgisch boek en het is een dapper boek. Mooi woord. Maar het laatste woord is voor onze kastelein. Oh, toch? Nog één gedichtje, één gedichtje om het af te leren, toch? Je moet je mij even de kans geven om nog iets te zoeken. Onder andere, ja. Ja. Ik ga het eerst gewoon vastnemen wat ik hier vind. Het is een gedicht uit 1932. Ik heb dit boekje, het staat vol met drankgedichten van de 16e eeuw tot ongeveer de jaren 30 van de vorige eeuw. Hadden ze net weggegooid in het Poëziecentrum in Gent. Ik was daar een beetje research gaan doen, omdat het beschadigd was. En men heeft het voor mij terug uit de papiermand gevist en ik heb het meegekregen. Dit is een gedicht van iemand die ik totaal niet ken, nog nooit van gehoord, Pirouet. Hij heeft het geschreven in 1932. Tot een redenaar. Te felle woorden spreekt uw mond, apostel van de koude grond. Het gif is nimmer in de wijn, het gif is waar de mensen zijn. De druif is goed, van zonlicht vol, uw mens is lasterziek en hol. Wat rest er van zijn edele staat? Gehersend drijven, roze praat en het zelfgewilde dwaze leed dat gij de abstinentie heet. Slechts dit betaalt de mensheid duur, verwijdering van de natuur. De rijke tros op mijn hand is veel te goed voor uw stand. Wij trekken met de happy few in koetsen naar het zuiden toe en nestelen ons in het zachte dal, waar kermis en waar carnaval verversen ons romanenbloed en deugdzaam menselijk gemoed. Waar het kindje nog een kindje heet en waar de waard van wanten weet. Waar men een pint drinkt na het werk, al waar men klinkt met boer en klerk. Speech voort en leg de steden droog, vloek op de splinter in ons oog. Wij letten slechts ternauwernood op uw balk, al is hij groot. En ieder doet maar wat hij kan. Gij moet u haasten, lieve man, bedreigd door gal en TBC. Wij drinken en gaan nog jaren mee.
Dankjewel Andy Fieres, dankjewel Midas. U ook allen zeer bedankt. Dan wou ik eindigen met de aansporing van Gerard Reve, die voortdurend riep: nu kan een onbekrompen schenken een aanvang nemen. Zo eindigt een van zijn boeken. Rijd toch maar voorzichtig als u naar huis gaat. Zorg dat u veilig thuis komt. Dat ook weer wel. Bedankt.